Ze magnetiseren de wereld. Hun omzet moet 450 miljoen zijn in 2015. Aandelenkoers, die liep alvast vooruit, want de koers is steeds maar liefst 300%. Belangrijkste toeleverancier voor de automotive industrie. En ja, ik heb het over Kendrion en naast mij zit de CEO van Kendrion, Piet Venema. Meneer Venema, hartelijk welkom. Goedemorgen. Jullie magnetiseren de wereld. Dat staat ook in jullie logo. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, sinds wij als Kendrion focussen op elektromagnetische componenten, op elektromagnetische toepassingen, proberen we dat steeds breder in de wereld te doen. En dat betekent dat wij in de loop der jaren steeds verder gegroeid zijn van vele landen binnen Europa. Ja. Naar nu ook in China, in India, in Amerika en vele andere landen. Ja. En dat proberen we een beetje duidelijk te maken met de slogan. Dat we proberen op ons vakgebied toonaangevend te zijn en dat over de hele wereld te doen. Nou, kan iedereen zich natuurlijk wat voorstellen bij magnetisme. Ja. Dat je daar honderden miljoenen mee kunt verdienen is voor sommigen misschien wel een eye-opener. Maar waar komen wij als beleggers of gewoon als particulier nu Kendrion in het dagelijks leven tegen? Ja, wij maken daar zelf wel eens opmerkingen over. Omdat in feite, als je kijkt naar het dagelijks leven, dan zijn er vele, vele plekken waarin onze producten gebruikt worden. Dat is niet alleen in de auto. Waar u ons vindt in het motordeel, in het schakel, in de schakelsystemen, ja. In de inspuitingen. Maar u vindt het ook in allerlei machines die bijvoorbeeld uw krant maken, printen. U vindt het in textielmachines, vindt het in liften. Overal eigenlijk waar heel secuur en precies zaken geregeld moeten worden, gepositioneerd moeten worden, daar vindt u elektromagneten. En als we nou kijken naar die automotive industrie, jullie leveren aan Duitsland, dus is dat bijvoorbeeld BMW, Mercedes, kunnen we daarin ook daadwerkelijk onderdelen van jullie tegenkomen? Ja, wat wij doen in de automobielindustrie is meestal voor de Duitse automobielindustrie. Ja. Dus onze grote klanten zijn ook de Volkswagen groep en de Daimler groep en deel BMW. We doen dat overigens ook steeds meer in andere landen. We zijn begonnen voor General Motors, voor Chrysler. Dus dat breidt zich uit. En in die zin is natuurlijk die Duitse automobielindustrie voor ons een belangrijke factor. Ja. U doet dus veel zaken met de Duitsers. Ik kijk als belegger natuurlijk ook naar Duitsland. Want wat we interessant vinden is dat Europa doet het slecht. Duitsland kent al een aantal jaren economische groei. De werkloosheid daalt. Wat kunnen wij als Nederland leren van de Duitsers? Ja, dat is altijd heel moeilijk, omdat het leren is een wat lastiger iets dan wat de Duitsers gewoon hebben, wat lastig te kopiëren is. Als je kijkt naar Duitsland, waar wij dan heel actief zijn, 50% van onze omzet komt er vandaan, dan vind ik zelf altijd Duitsland zo'n prachtig land, omdat de techniek zit in de genen. Is het echt een industrieland? Het is een compleet industrieland. Mm-hmm. Veel meer natuurlijk industrie dan handel wat wij in Nederland gewend zijn. Ja. En wat ik altijd ook zeg, als je kijkt naar een gemiddeld Duits dorp, dan vind je al heel snel een heel groot industrieel bedrijf wat vaak exporteert naar vele landen in de wereld. Ja, en dat zijn toch dingen die wij in Nederland veel minder kennen. En is het dan zo dat u zegt van ja, wij zouden onze handelsgeest misschien we moeten laten varen en meer focussen. Nou, dat is nou net het punt. Ik bedoel, het zit echt in die Duitse mentaliteit. En dat kun je natuurlijk met scholing veel meer verbeteren. En veel meer aandacht voor de maakindustrie in Nederland. Dat is op dit moment ook aan de gang. Ja. Maar ik geloof zelf, voordat we zover zijn als de Duitsers, dan zijn we nog wel even bezig. Ja. Kendrion profiteert in elk geval door vooral zelf ook een poot te hebben in die Duitse industrie. Jullie geven ook aan dat jullie heel erg belang hechten aan je relatie. Niet alleen je zakelijke relatie, maar ook intern met medewerkers, toeleveranciers. Ja. Op wat voor wijze werken jullie aan die goede relatie? Nou, waar het gaat om medewerkers, dan denk ik dat we echt kunnen zeggen dat we veel voor ze doen. Op het gebied van opleiding en scholing, waar we veel doen, veel trainingen organiseren. Het gaat bij ons veel verder als onderdeel van wat we zeer actief doen op dit moment, een CSR, een Corporate Social Responsibility beleid. Staat medewerkertevredenheid heel hoog op de agenda. Dat betekent dat we ze ook bevragen over dingen die we beter kunnen doen. Maar u vindt bijvoorbeeld ook in de bedrijven bij ons dat mensen anti-rookcursussen kunnen krijgen, griep prikken, de hele toestand. Oké, dus wordt goed gezorgd voor de medewerker. Ja.
En u noemde het, als we even kijken naar de landen waar Kendrion actief is. U noemde het net al, we kijken nu ook naar China. VS willen expanderen. Op welke wijze proberen jullie daar, zeg maar, voet aan de grond te krijgen en marktaandeel te vergroten? Nou, wij zijn natuurlijk met name als niche-speler geïnteresseerd in de hoogwaardige deel van de markt en niet de simpele producten. En dat betekent dat wij ook een tijd gewacht hebben voordat we naar Amerika gingen, in de automobiele industrie. We zien de tendens na de laatste crisis dat men duidelijk naar meer kwaliteit gaat. Dat is het moment dat wij begonnen zijn om daar te produceren via een overname. Ja. En heel snel groeien daar in die markt. In China zijn we al vele jaren actief, zij het nog op kleine schaal. Maar daar zien we met name dat, wat ik ook zei, dat we het van de hoogwaardige delen moeten hebben. En dat de Chinese markt zich met name de laatste 1, 2 jaar lijkt te gaan ontwikkelen in die richting. Waardoor wij natuurlijk hopen daar verder te kunnen groeien. Is het moeilijk zaken doen in China? Doet u dat zelf ook? We doen dat zelf, maar uiteraard met Chinezen ter plekke. Ja. Het is natuurlijk een totaal andere business dan wij gewend zijn in Europa of Amerika. Qua cultuur en mogelijkheden. Dat kun je dus ook alleen oplossen als je hele goede Chinese medewerkers hebt die goed verbonden zitten in de Chinese structuur. Ja. We hebben het al over groei in China, VS, ambitie, 450 tot 500 miljoen in 2015. Ja. Afgelopen jaar was de omzet 305 miljoen ruim. Dus ja, u heeft grote plannen. Waar moet die omzet vandaan komen, die groei? Gaat u meer overnames doen, zoals u ook in 2012 heeft gedaan, geloof ik? Ja, hè? Ja. Of is het meer de organische groei waar u op focust? Nou, sowieso focussen wij altijd in de eerste plaats op organische groei. Ik zeg altijd, als je organisch niet groeit, moet je acquisities nalaten. Maar dat hebben we gelukkig de laatste jaren heel veel gedaan. En overigens, die groei, die doelstelling die u zegt, is minder spectaculair dan het lijkt. Omdat wij vorig jaar Koenke hebben geacquireerd. Ja. Als je die meeneemt voor het hele jaar, zitten we op 400 miljoen omzet. Ja. En dan zeggen wij altijd, dan is de sprong in 2 jaar naar 450, 500 miljoen. Met de autonome groei in deze tijd niet een zeer grote sprong. Hij is ambitieus, maar haalbaar. Ja. Want Koenke was in 2013 voor bijna 30% verantwoordelijk van de omzet. Koenke was ruwweg een 100 miljoen, terwijl we toen een kleine 300 miljoen hadden. Ja. Oké, als belegger. Ik ben belegger, de mensen thuis zijn beleggers. Wat kunnen ze van Kendrion verwachten in de komende jaren? En dan, kijk, u kunt niet voorspellen wat de koers gaat doen, maar wat gaat het bedrijf doen? Wat gaan ze doen? Het belangrijkste al aan te geven. We hopen te groeien, we hopen verder te groeien. Niet alleen in Duitsland, maar ook internationaal. Daar zijn alle plannen op gericht om een steeds betere geografische spreiding te hebben. Wij vinden het ook buitengewoon plezierig als wij een mooie spreiding hebben over verschillende activiteiten, verschillende klanten. We denken daarmee de winstgevendheid ook te kunnen verhogen in de komende jaren. Dus het is een stijgende omzet met een relatief stijgende winst. En ik hoop dat dat voldoende perspectief biedt. Ik denk het zelf wel. Ja, ik vind het zelf wel ook interessant. U zegt van Duitsland, dit moment 5%. We willen geografische spreiding aanbrengen, misschien die 50% naar beneden. U geeft ook aan, maximaal 5% mag van één klant komen, 5%. Dat is interessant voor beleggers, want die zoeken natuurlijk naar stabiliteit, stabiele winsten, stabiele koersgroei. Toch zit u wel een beetje in de technische sector. Ja. Daar vallen de klappen ook meestal als het economisch wat minder gaat. Wat doen jullie om dat te voorkomen? Nou, ten eerste is die spreiding daar heel erg belangrijk. Ik denk zelf dat de conjuncturele crisis die we hebben gehad, of de crisis van 2008, 2009, echt een eenmalig is geweest. Dat betekent dat de markten altijd volatiel zullen zijn. In mijn optiek ook volatieler zullen worden dan ze ooit in het verleden zijn geweest. De markten die schuiven sneller. Door die spreiding kunnen we dat goed opvangen, maar zeker ook doordat we hard werken aan flexibiliteit van kosten. Ja. Op allerlei systemen, in modellen die we hebben met medewerkers, met een flexibele schil, met uitzendkrachten, proberen we heel snel te reageren op markten wanneer ze dan iets naar beneden gaan om snel te kunnen reageren in kosten. En ik moet zeggen, de laatste jaren lukt dat ons vrij goed. Ja, absoluut. Ja, ik ken het bedrijf al langer en ik volg het ook nauwgezet. Ik weet ook dat u zelf een zeer belangrijk aandeel in de groei heeft gespeeld. Voor we gaan afsluiten, u bent al lang bij Kendrion. Ja. Hoe lang weet ik niet precies, maar volgens mij in totaal bijna 20 jaar. Hè? Ja. Wat is hetgeen waar u het meest trots op bent, wat u zelf heeft bereikt binnen het bedrijf?
Nou, ik denk dat mensen die mij kennen, die weten dat wel. Het allerbelangrijkste vind ik dat we die omslag hebben gemaakt destijds, toen ik CEO ben geworden, om te gaan focussen op één activiteit. Dat was destijds in Kendrion toen we begonnen de kleinste activiteit. Maar we hebben altijd een heilig geloof gehad in die maakindustrie en zeker in dit type componenten. Ja, en het is natuurlijk ontzettend leuk om te zien dat je na vele, vele jaren erin geslaagd bent om dan in je vakgebied weer op marktleider te zijn. Dus als ik het goed begrijp, heeft u de Nederlandse handelsgeest, maar ook een stukje Duitse mentaliteit. Jazeker, en ik vind altijd die combinatie van Nederland en Duitsland in ons geval past buitengewoon goed. Goed, meneer Venema, hartelijk bedankt en ik wens u veel succes met het bereiken van die 450 of liever nog 500 miljoen. Dank u wel.